Is de Sint in ieder geval al vertrokken uit Madrid? Weet u dat? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Normaal vertrekt hij natuurlijk vrij op tijd, want die stoomboot die is ook niet zo traag. Maar ja, ik zit er inderdaad op te wachten. Hé, daar hoor ik een telefoontje. Moet ik even op af? Je zult zien dat het hem is. Wil jullie horen nog? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, spreek ik met Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen? Jazeker, daar spreekt u mee. Wie heb ik aan de lijn? Ja, u belt met Sinterklaas. Bel ik gelegen? Oh, maar natuurlijk Sinterklaas. Ik wacht al een beetje op een telefoontje van u vanuit Spanje. Want de kinderen hier uit Nijmegen en ook een alle mooie plaats hieromheen in de regio, ja, die zijn erg benieuwd of u ook dit jaar weer in Nijmegen zult aankomen. Oh ja, beste meneer Bruls, ik wil heel graag weer naar uw mooie stad komen. Maar het zal dit jaar toch echt anders moeten dan andere jaren. Dat begrijp ik zeker, Sinterklaas. We moeten rekening houden met elkaar en anderhalve meter afstand houden. Jammer genoeg is een intocht zoals afgelopen jaren niet mogelijk nu. Ja, inderdaad, meneer de burgemeester. Ik heb de draaiboeken uit het verleden er ook eens bij bekeken. En bij de pestepidemie en de griepepidemie moesten we ook de boel flink aanpassen. Maar maakt u zich geen zorgen. Ik laat u weten wanneer ik kom en de kinderen kunnen op 14 november dit jaar om 1 uur kunnen ze zien wanneer ik weer aankom in Nijmegen. Dat is fijn om te horen. Ik wacht u verder berichten af. Nou, fijn hoor. Nou, dag hoor. Dag. Ja, dag Sinterklaas. Tot de volgende keer. Dag. Hij komt.